keer dat 15 houden, niet te snel lopen gaan. En dan komt dat goed. Want dan schiet hem strak onder de galg. Hè. Voilà, zei, zo moet dat. Ja, 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 dan wilden wij laten vallen. Ook zitten de toren in verpleegster stonden niet verniet. Ja. Ja, in een gemiddelde ziekenhuis, Peter, had dan die chirurgen zo bezig zijn met opereren en dan komen de gepleegsters van alles brengen en geven en kinderen en zo. Ja. Ja? Ja, wij. Wij nou in elke splitting. Ja. Ik zit iets kieskeuriger dan de Peter, maar dat zullen we dan niet van ons wel zien. Oh, 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 oh. Oh mij. Daar is even, dan wil ik het niet in alles, hè. Allee, Peter, dat zijn ook onze pluspunten. Hè? Met die zonnebril, dat is aan de kaart, hè? Je ziet niet wat ze denken. Aan de kaart, hè? Ja. Nou, nou. Nou, goed dat ze nog geen mondmasker op hebben. Alleen maar een zonnebril. Dat is precies de BV van de nood. Zo, zie ze zitten. Hoppakee, ja, hier. Oh. Ja, hier, zie ze ook hier. Roos moet je niet lusten, hè? Je moet eruit. Ja. Sorry. Ja. Dat is wel netjes, dat is goed, zo mag het. Maar zijn hier voor de mensen rond het parcours te amuseren. En jullie moeten daar gewoon ondergaan kunnen wijzigen. Ja, ik ben hier vooral omdat ze thuis nog alles blij zijn dat ik weg ben. Maar, iedereen kiest voor zijn eigen. Hè? Ja, ik heb niet van ons mij gebroken, dus ja, ik kan niet zeggen dat ze blij zijn als ze er thuis weg zijn. Hè? Het was lorke zijn. Ja. Schoon houding. Kijk eens hier. Dat kan ver draaien, hè. Manneke. Als er vader zo'n korijn hebben, dat rijk is kunnen. Ik kom maar vrouwen. Ik kom maar vrouwen dat we moeten drinken, René. Nee? Ja. Oh. Ik denk ze komen nooit, hè. Ja. Zal ik wel 30 meter, of zal ik in haar mond spreken? Dan zit het terug een beetje vorst in. Wat denk je? Ja, ziet dat hem blijft lopen, hè? Ziet dat hem blijft lopen, dat is belangrijk aan het einde van een dag, hè? En Pascal, lukt hem goed? Denk het wel, hè? Ja. Zeg, René. Ja. Ik heb hier een zoete blad gekregen van de financiële cel hier. Ja, verliefd kunnen die mensen niet rijden, hè? Nee, verliefd kunnen die mensen niet rijden. Het gaan ze rijden kost veel geld. We hebben een jaar corona gehad. Wel, corona, weg ermee, want hier is Peter en René. Als je te veel geld hebt, als je wilt sponsoren, wel, hier op de wagen kunt je terecht bij onze financiële cel. Wel, je kunt zelfs nog een bewijs krijgen voor een btw af te trekken. En natuurlijk, wie staat er als eerste sponsor? Een van onze Amazones, ons Sarah Elst, wel, die doet er 25 euro bij. Runa van Beek is vandaag hier niet alweer expert genoeg. Die kost niet meer hebben. Wel, zij heeft. Oh, die is wel aanwezig. De tot daar is weinig al, maar een beetje vuil. Die kost niet meer hè? Ja, nou, moet best wel dat zeggen. Die doet er ook nog 25 euro bij. René, dat gaat hier de pan uitvoeren straks. Hè? Nou, Wendy van Meer. Doet er ook 25 euro bij, dat zijn allemaal Amazones. Sereni, ik zeg dat niet graag, maar dan moet er wegblijven, want dat is een begrafenisondernemer. En als die zijn eigen overhoud opfirmt, wel, dan heb je geen nasen meer. Wel, Sereni in Berendrecht, begrafenisondernemer op de plaats van de groffen vroeger, wel, die doet er 25 euro bij. Matrix Verzekeringen uit Berendrecht, wel, zij verzekeren uw huis voor brand, storm en noem maar op. Matrix Verzekeringen uit Berendrecht, 25 euro erbij en brengt deze premie op 125 euro. Het kan niet op, het kan niet op, het mag niet opgaan. Wel, wij moeten deze vrouwelijke Amazone steunen, hier onder de galg
Die staat op.